Hoi, ik ben Stijn en hierbij aan tafel proberen we de tabletop game Dungeons & Dragons zo toegankelijk mogelijk te maken op zoveel mogelijk verschillende manieren. Wij doen dat door onze uitlegvideo's, Dungeons & Dragons de basis, onze one-shots en onze huiscampaign. Maar vandaag duik ik met jullie in de trailer van Honor Among Thieves. We gaan hem frame voor frame ontleden en kijken waarom dit hopelijk de fantasierit van je leven gaat worden. Let's go! Here's the thing. We're a team of thieves. And when you do this, you're bound to make enemies. Sometimes those enemies come looking for revenge. De official trailer van Honor Among Thieves start met de tekst: Here's the thing, we're a group of thieves. Waarna we daarna een shot krijgen van de groep. En hier zit het belangrijkste onderdeel. Het is natuurlijk vaker dat we in fantasy een groep volgen, maar in dit geval is het bij Dungeons & Dragons het belangrijkste onderdeel. Dit is namelijk de party. De party is een van de meest gebruikte namen die wordt gegeven aan de spelersavonturiers. De groep mensen die aan tafel zitten met elkaar. De adventuring party, oftewel de avonturiersgroep, zijn dus de mensen die met elkaar de tempels ontdekken en de draken verslaan of versieren. Je weet wie je bent. En zijn dus de helden of schurken van de zelfbedachte wereld. Waar de DM het verhaal en het spel leidt, is de party het hart van D&D. De party uit de film bestaat uit 5 personages. Edgin the Bard, Holga the Barbarian, Xank the Paladin, Simon the Sorcerer en Doric the Druid. Zij vormen samen dus de party composition met hun classes. In Dungeons & Dragons kun je 14 verschillende soorten classes spelen. Welke dit allemaal zijn, leggen we wel in een latere video uit. Maar voor nu bestaat de party uit de film dus uit mensen met brute kracht, natuurmagie, mysterie en goddelijkheid. En dan heb ik het niet over Chris Pine. Ik heb het wel een beetje over Chris Pine. Precies. Naast de party krijgen we in de trailer van Honor Among Thieves ook de wereld te zien waar de film zich gaat afspelen. We zien een duistere tempel waar oude magie wordt beoefend. We zien een zwarte draak die geen vuur maar zuur spuwt. We kunnen ervan uitgaan dat de film zich waarschijnlijk gaat afspelen in een van de werelden van D&D zelf. Bijvoorbeeld Eberron, The Forgotten Realms of Faerun. D&D is namelijk niet alleen hun spelsysteem. Nee, D&D heeft heel veel content uitgebracht om je wereld uit te breiden. Boeken met verhalen die spelers en de DM gewoon op kunnen pakken. Je kan als groep er dus voor kiezen om een eigen avontuur te spelen of zo'n boek te pakken. Dus naast de gewone fantasywerelden kun je ook andere werelden creëren, zoals bijvoorbeeld een steampunkwereld geregeerd door katten met een regime die handelt met ijzeren klauwtjes. Hierdoor weet je dat dit script van vandaag geschreven is door Siep. Chris Pine vertelt ons met zijn charmante stem: Truth be told, we help the wrong person steal the wrong thing. Didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. Dit gebeurt vaker dan je denkt en het doet de DM ook iedere keer weer ontzettend veel pijn. Geloof me, je kan een neonbord ophangen met de tekst niet aanraken of je laat het grootste kwaad op de wereld vrij. Je spelers raken het sowieso toch wel aan. What is that again? It's an owl there. Een van de belangrijkste dingen van D&D, iets wat helaas veel wordt onderbelicht, maar in deze trailer wel echt heel goed naar voren komt, is de hoeveelheid humor die in het spel zit. Het zijn tenslotte gewoon een groep vrienden aan tafel die een verhaal vertellen en daarbij heel veel lol hebben. Echt voor ieder episch gevecht met een dondergod waarbij de elektrische speer nodig is om het te verslaan, zijn er wel spelers die gewoon geitjes willen vangen. Die gewoon dronken willen worden. Die gewoon op de daken van kastelen willen klimmen tijdens het gevecht. En eerlijk, dat is een beetje de charme van het spel. Nog iets wat D&D en de trailer van Honor Among Thieves zo tof maakt, is dat de helden van het verhaal niet je typische fantasy- en actiehelden zijn. Het zijn veel vaker een beetje de buitenbeentjes, de sukkeltjes, de losers, de afvoerputjes van de samenleving, de sukkelende laatkomers. Hey, fuck jou, Max. Vaak bestaat de party van Dungeons & Dragons uit mensen die het eigenlijk allemaal niet zo serieus nemen. Het zijn personages met gebreken en angsten, veel variatie en representatie. Hopelijk laat Honor Among Thieves ook deze kant van Dungeons & Dragons zien. Maar de trailer belooft in ieder geval al heel veel goeds. But we're gonna fix it. So how do we pull that off? Figure it out over a drink? Probably best. We zien in de trailer van Honor Among Thieves nog heel veel andere dingen voorbij komen. En D&D nerds, dit is het moment om met elkaar te gaan hypen. Want we gaan een kleine rundown doen van de dingen die we zien. En die daadwerkelijk uit het spel komen en toegankelijk zijn voor spelers. Doric the Druid verandert in de trailer in een owlbear.
Dit is een van de krachten van de druids, Wild Shape. Met Wild Shape krijg je als druid de mogelijkheid om in een dier te veranderen. Grappig feitje, de owlbear staat niet op de lijst van toegankelijke dieren voor een druid. We denken alleen dat de makers van Honor Among Thieves hier wel voor hebben gekozen, omdat de owlbear zo'n iconisch dier voor het spel is. En daarnaast, ik ken geen DM's die de regels niet willen aanpassen voor spelers die per se een beer met een uilenkop willen spelen. Owlbears are the shit, man. We zien Xenk de Paladin met zijn zwoele zware stem zeggen: Be warned. There is evil here. Voordat hij een redelijk aantal vijanden afslacht. Dit is waarschijnlijk een verwijzing naar een van de belangrijkste krachten van zijn class, Divine Sense. De Paladin is namelijk een goddelijke ridder die kwaadaardige beesten of vijanden kan aanvoelen als ze in de buurt zijn. Ook zien we, volgens mij, Simon the Sorcerer een shieldspel gebruiken tegen een fireball. Dit zijn, jawel, twee echte spells uit Dungeons & Dragons. Met shield kan een wizard of a sorcerer zichzelf beschermen tegen, nou ja, pijn. En geloof me, dat hebben ze ook hard nodig. Den armpjes. En dan nog iets. Nadat we het prachtige hoofd van Hugh Grant hebben gezien, zien we Holga, de Barbarian, een kist openen waar vervolgens een lange, gore tong uit komt die haar probeert te grijpen. Dit is nog een iconisch monster uit Dungeons & Dragons, de Mimic. De Mimic heeft de mogelijkheid om zich te vervormen tot een object. En wanneer het zich vervormd heeft, is het niet van echt te onderscheiden. Een Mimic kan zich veranderen in biermokken en tafels en kisten en deurposten. Het is dus handig bij D&D om altijd even tegen te kloppen op de tafel. Gewoon even checken. En dan zien we in de trailer onze Bard en Barbarian in een arena vluchten van een soort raar panter uitziend wezen, waarbij ze in een kubus van gelei duiken. Dit zijn nog twee heel iconische monsters uit D&D. De Gelatinous Cube en de Displacer Beast. En om even duidelijk te maken waarom ze deze keuze maken, de Displacer Beast is een monster wat teleporteert en je ontzettend veel pijn doet. De Gelatinous Cube is een kubus van zuur waar als je inspringt je ontzettend veel pijn krijgt. Keuzes. This one's dangerous. But whatever happens. We'll be ready. Oké, dat was een kleine rundown van de vette dingen die we in de trailer voorbij zien komen die daadwerkelijk in het spel van D&D zitten. Honor Among Thieves gaat op 30 maart in première in heel Nederland en hopelijk zet het een geweldig beeld neer van het wilde, gekke, leuke, hysterische spelletje dat Dungeons & Dragons is. En denk jij nou tijdens de film over na, hey, dit is iets wat ik heel tof vind en waar ik misschien mee zou willen beginnen, maar ik weet niet hoe. Daarvoor zijn wij hier. Bij Aan Tafel maken we video's, onze eigen huiscampaign en one-shots om jou aan het spelen te krijgen. Ben je dus een beetje actief geworden door de film? Kom alsjeblieft terug en kom ons kijken. Wij hebben in ieder geval heel veel zin in Honor Among Thieves. Hey, thanks voor het kijken en heel veel plezier bij hopelijk de coolste film van het jaar. En hopen we jou dus heel snel weer bij ons te zien aan tafel.